gaan vandaag supercars uit de toekomst verzamelen. Maar de eerste vind ik namelijk hier bij het politiebureau. Ik zie dat hier allemaal politieagenten aan het rondlopen zijn. Ik zie dat daar ook twee politieagenten aan het surveilleren zijn. Wat is hier namelijk iets speciaals aan de hand? Hier zie ik namelijk ook allemaal politieauto's hier achter in de steeg. Er is hier een politieagent, die houdt mij ook tegen, denk ik. Wegwijzen hier. U mag hier niet wijzen. Wegwijzen nu. Oké, het spijt me, het spijt me. Ik zie daar ook al achter ook al een voertuig staan. Oké. Ik zag daar een voertuig staan. En niet zomaar een voertuig, een heel speciaal voertuig. Namelijk een voertuig, een supercar wat uit de toekomst komt. Wauw. En er zijn meerdere voertuigen die over de hele GTA 5 map zijn gespawnd. Alleen, het gaat wel lastig worden om ze te gaan stelen, want er staat heel veel beveiliging. Namelijk hier ook. Weer twee politieagenten met een auto. Ja, en ik zie inderdaad daar om de hoek zie ik een hele dikke vette auto. Ja, ik ga hier al weg. Oké, weet je wat? Wat als wij hier nou gewoon... Ja, ik moet hier werken, meneer de politieagent. Ik moet hier werken. Wat als we hier nou gewoon omhoog gaan? Als we vanuit de hoogte gaan werken. Dat zou mooi zijn. We gaan het gewoon uittesten. Kom op, hier, trap je omhoog. Kom op. We hebben geen tijd te verliezen. Straks gaat die auto weg. En dan zonder mij. Dat wil ik niet hebben, want ik wil die auto's hebben, zodat het mooi bij mijn verzameling kan passen. Kijk. Oké, hier op het laddertje, trappetje. Kom op. Oké, en wat als we nou even een wapen pakken met een suppressor erop? Even zien, dan pakken wij deze. Deze, met de suppressor. Ja, dat moet goed komen. Oké, en dan moeten we nu naar beneden kijken. Oh, zo, dat is best hoog. En dan zie ik dat daar de auto staat. Zo, dat ding is wel bruut, man. Het ziet er echt uit dat die inderdaad uit de toekomst komt. Maar wacht eens even. Ik zie daar een of andere alien naast, of niet? Het lijkt wel een alien wat ernaast staat. Oké, weet je wat? We schieten die alien in ieder geval neer als dat lukt. Oh, het lukt niet. Oh, het lukt wel, gelukkig. Een alien, wat de heck? Zou de aliens misschien die al die auto's uit de toekomst hebben gehaald? Oké, dat is misschien het beste. Dat de alien nu in ieder geval neer is. We kunnen ook via die manier zo naar beneden kruipen. En dan kunnen we de auto toe. Nice, dat gaan we doen. Vergeet trouwens zeker niet even op een blauw duimpje omhoog te drukken. Dat gaat mij nu echt serieus superveel geluk geven. En weet je wat? Laten we daar een like challenge bij doen. Doe het binnen 5 seconden. Binnen 5, 4, 3, 2, 1. Ja, is jou gelukt? Goed zo. Vergeet zeker niet te abonneren. We gaan ook naar die 200.000 abonnees. En jouw abonnee kan daar enorm mee helpen. Let's go. Oké, dus als we hier dus naar beneden gaan. Ja, kijk. En dan hier naar beneden. Kijk. Dan kunnen we er langs sneaken. Come on. Als dit lukt, echt waar. Dan zijn we echt super sneaky. Maar ja, hey. Dit is gewoon een goede manier om het op te lossen. Oh, er staan hier ook politieagenten. Die zien mij gelukkig niet. Oh, dat is mooi. Hier, het is een Mercedes lijkt het wel. Met een alien. Oh, dat is wel een beetje heel erg eng. Maar gelukkig hebben we die neergehaald. Een Mercedes. Moet je kijken, dat dit ding komt regelrecht uit de toekomst. Wauw, oké. Kunnen we hier ook instappen? De deuren zijn open. Er is zelfs een AMG uit de toekomst. Oké. Wauw. Zo, dit ding is bruut. Heeft hij ook... Ah ja, hij heeft... Zo! Aan de achterkant heeft hij 4 uitlaten, lijkt het wel. Er komen in ieder geval 4 vlammen uit. Oké, snel. We moeten hier snel wegwezen. Politieagent, ik heb hier niks mee te maken. Oké, we moeten een beetje aanloopje pakken. Want anders dan kunnen we die auto niet aan de kant beuken. Hallo politieagenten. Later! Doei! Bam, let's go. Wegwezen hier. Enkele probleempje, we hebben wel 3 sterren politie achter ons aan. Maar als wij gewoon een beetje oké kunnen gaan rijden en niet tegen deze auto's aan kunnen botsen, dan moet het zeker goed gaan komen. Sterker nog, ik zie trouwens ook dat er een spoiler uit deze auto komt. Zo, dat is nice. Oké. Zo. Oh, pionnen. De pion. Au, ik ben echt super slecht. Ik word bijna boos op mezelf, ik zweer. Ik word bijna boos op mezelf hoe slecht ik rij. Hé, maar we kunnen het nog een beetje recht trekken. Kom op, dat gaan we nu doen. Spoilertje eruit. En dan gaan we op naar het volgende voertuig. Rechts, links. Oh, er wordt ook echt goed op me geschoten. Dit ding remt echt als een banaan, echt waar. Als dat de toekomst te bieden heeft, dan weet ik het ook niet meer. Dat is best wel slecht. Hier, naar rechts. Oh, dit ding stuurt ook echt... Als een banaan. Echt waar. Ik maak geen grap. Misschien komt het ook wel omdat ik al een paar keer ben gecrashed. Maar dit ding stuurt echt als een banaan. Gelukkig hebben we maar 3 sterren politie achter ons aan. Want anders was dit echt nooit gelukt om te ontsnappen. Alhoewel, ja, de auto die gaat wel snel. Maar hij stuurt echt. Ik stuur echt. Ik ga het jullie vertellen wanneer ik echt helemaal naar rechts stuur. Oké, ik stuur nu naar rechts. En dit ding, dat echt waar. Het stuurt gewoon totaal niet naar rechts. Kom op. Wat als we deze jump nou wel kunnen. Kom op. Haal de jump. Let's go. Oh, dit ziet er niet goed uit. Oh, nou, oké. Hey, we hebben hem gehaald. We hebben zelfs de jump gehaald. What the heck? Oké, nice. En we zijn de politie ook kwijtgeraakt. Oké, dat is goed. Oké, we gaan de goede kant uit. Dit ding is echt best wel bruut. Alleen hij stuurt een beetje briek. Maar ik denk dat dat gewoon komt omdat ik gewoon een paar keer ben gecrashed. Oh, wat? Dit ding crasht ook echt best wel makkelijk. Oh, wat? Maar we moeten hier wezen. Bij het vliegveld. En ik heb wel een goede manier om in te breken. Namelijk gewoon op deze manier.
Let's go! Let's go! En ja hoor, en we zijn in de legerbasis ingebroken. Met deze toekomstige auto van Mercedes, die echt helemaal in elkaar is gebeukt. Het is een mooi moment. Oh, er staan hier heel veel beveiligers en soldaten. Is op zich wel logisch. Het is een legerbasis. Er is zelfs een tank hier. Maar, oh ja, sorry meneer de tank. Sorry. Ik probeer hier niet om mijn herrie te schoppen. Oké. Ik heb hier namelijk afgesproken met iemand. De auto staat hier namelijk nog niet. Maar de meneer waarmee ik heb afgesproken staat er wel. Hallo meneer. Hallo Kevin. Ik heb gehoord dat je hier kwam voor een speciale auto. En die auto die zou achter mij moeten staan. Maar die krijg jij maar op één manier tevoorschijn. Oké, leuk. Wat voor manier krijg ik die auto dan en tevoorschijn? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het spelletje steen, papier, schaar. Wat? Steen, papier, schaar? Zoveel steen, papier, schaar? Ja, dat is goed. Wie wint, die neemt de auto zeker, denk ik. Jazeker. Oké, dat gaan we doen. Steen, papier, wapen. Ik pak een dikke vette wapen hier. 3, 2, hoppa. Alle beveiligers uitschakelen. Go, go, go. Oh, schiet ze neer. Het alarm is afgegaan. En, oh, die auto staat ineens hier trouwens. Zo. Oké, het is gewoon een normale auto, lijkt het wel. Oh. Wacht, het lijkt gewoon een normale auto, alleen dan met slees aan de achterkant en aan de zijkant. Open dakkie. En wacht eens eventjes, wat staat hierachter? GTA 6. Oh. GTA 6. Er staan hier allemaal kopies van GTA 6. Oké, dit is een auto uit de toekomst inderdaad. Oké, laten we hier dan maar snel instappen, want we moeten snel wegwezen hier. Go, go. Oh, dit ding kan ook vliegen volgens mij. Dit ding kan vliegen en hij kan raketten afschieten. Wat? Moet je kijken dan. Zo. Dit is inderdaad een auto uit de toekomst. Hij kan letterlijk raketten schieten. Zo dan. Hoppa. Hier jongens. Jullie krijgen karma. Snel. We moeten hier trouwens even snel wegwezen. Want anders gaat het fout hier ook. Oh. Zo. Ik blaasde mezelf gewoon bijna op. Auto. Vangen. Ik miste wel. Maar dat maakt niet uit. Oh. Ik kan serieus vliegen. Dit is bizar. We vliegen weg, joh. We vliegen weg. Op naar de volgende auto. Zo. Er komt ook geen F-16 achter mij aan, valt mij op trouwens. Ik denk dat ik wel weet waarom dat kan. Ik ben gewoon veel te sterk. Oh, daar gaan de raketten. Zo, in het water. Dus al wil je bijvoorbeeld dit dorpje bombarderen, dan kan dat gewoon. Hier, of deze... Hier, deze politieagent hier. Komt-ie. Het mikken is echt lastig, maar het kan wel. En nu dan? Ja, het is gelukt. Ja hoor, eindelijk. Oké, go. Wegwezen. Het sturen is echt zo makkelijk met dit ding trouwens. Want ja, je beukt gewoon tegen het gebouw aan. Of wat gebouw? Ik bedoel tegen de berg aan, Mount Chiliad. En oh, hij weerkaatst alles. Het enige probleem wel is dat de voorkant wel een beetje te verduren mee heeft. Maar, hallo meneer. Wacht. Kan ik ook tegen ze aan beuken? Boom, ja, dat wil dus ook. Daar kom ik. Daar kom ik, mevrouw. Oh, ik miste. Daar kom ik. Boom. Oké, maar we stappen snel uit dit ding, want... Oh, pijnlijke karma. Oh, nee, wacht. Meen je dit nou serieus? Oh, de politie zit nog steeds achter me aan. Vangen! Raak ik die? Oh, net niet. Vangen! Ja, die raak ik wel. Vangen! Die raak ik ook niet, maar... Hier zie ik alweer de auto uit de toekomst. Dit is niet zomaar een auto, dit is een auto van Peugeot. Zou je zeggen, Peugeot is niet een dikke vette bak of zo. Nee, dat is het niet. Maar... Dit ding komt wel uit de toekomst. Dus het lijkt nu wel echt op uit een dikke vette bak uit de toekomst. Vergeet trouwens zeker niet te abonneren. 70% van de kijkers die deze video's kijken zijn eigenlijk nog steeds niet geabonneerd. En we gaan naar die 200.000 abonnees toe. Hoe vet is dat als we dat kunnen bereiken dit jaar nog? Door jouw hulp zou dat kunnen. Dus ik zou zeggen abonneer. Bedankt voor de support. En vergeet zeker niet op het knalpen. Blijf op je hoog als je geniet van deze video's. Kom op. Stap in de auto. We moeten hier zo snel mogelijk wegwezen. Ik vind het wel leuk dat ik ook gewoon letterlijk auto's zie die uit de toekomst komen. Die gewoon letterlijk. Ja, het zijn niet echt dikke vette merken. Maar zo te zien wordt Peugeot wel echt. Een dikke vette merk, want dit is best wel een dikke vette auto. Ik moet er wel aan wennen, maar hij heeft zelfs een spoilertje die uit de achterkant komt. Kijk dan. Ja, er komt zelfs een spoilertje uit de achterkant. Wie had dat verwacht van een Peugeot? En niet te verwachten, dit ding is best wel sterk, zo te zien. En ik ben wel heel benieuwd. Kunnen wij met deze auto die uit de toekomst komt, gewoon letterlijk ontsnappen van de politie, van 5-sterren politie? Ik denk dat je van een normale Peugeot niet zo 1, 2, 3 kan ontsnappen van de politie, maar... Met deze Peugeot, ik weet het niet. We gaan het uittesten. Het leuke is ook trouwens dat hij echt dikke vette uitlaat heeft. Want volgens mij zag ik gewoon letterlijk een vlam uit de uitlaat komen. Even zien hoor. Komt er een vlam uit de uitlaat? Ja, sterker nog. Dit ding heeft gewoon letterlijk 6 uitlaten achter. 6 uitlaten? Ja, 6 uitlaten. Bizar. Het is gewoon een Peugeot, hè. Het is gewoon een Peugeot.
Het is niks meer en niks minder. Het is gewoon een show. Zo. Ja, hoe kunnen wij gaan ontsnappen van de politie hier ook? Het is wel een beetje lastig. Ik heb misschien wel een manier. Deze supercar die stuurt niet heel lekker in een... offroad moet ik zeggen. Doen de meesten niet. Maar je zou zeggen misschien over 100 of 200 jaar in de toekomst dat dit ding het wel goed zou doen. Maar hij gaat wel echt allermachtig hard trouwens. Zo dan. Moet je kijken. Moet je kijken hoe snel dit ding gaat. Zo, zo dan. Nou, nu ontsnappen we wel van de politie, ja. Die 5-sterren politie is te zoeken, maar nu nog steeds. Zo, dit ding is echt zo ontiegelijk snel. Moet je kijken, man. Wow. Wow, oh my god. Oh my god, het is gewoon een Peugeot, hè. Het is gewoon een Peugeot. Ik had dit echt allemaal niet verwacht van een Peugeot. Moet je kijken dan. Oh, maar de Peugeot valt in het water en dat is denk ik niet de bedoeling. Ik denk dat de Peugeot niet tegen water kan. Nee. De Peugeot kan niet tegen water. Even kijken hoe de binnenkant is. Ja, ik kan niet eens in de binnenkant kijken. Oké. Maar de binnenkant van de Peugeot ziet er ook wel best wel... best wel oké uit. Sterker nog, het raam wil er niet eens uit. Of wel? Nee, er zit nog steeds een raam in. Het raam wil er niet eens uit. Hey, dat moet ik hem wel meegeven. Ramen zijn in de toekomst dus kogelwerend. Misschien is het een idee om te gaan liften met de trein, want de auto doet het niet meer. Hey, later auto. Later. Oké. Dit wordt even lang wachten, want ja, we moeten straks natuurlijk nog de laatste toekomstauto uit de toekomst halen. Of nee, niet uit de toekomst. Hij is namelijk nu alweer hier in GTA 5. En ja hoor, hier zou die ergens moeten zijn, maar waar? Waar is die auto? Oh wacht, dus ik zie hem denk ik al. Dit zijn absoluut niet auto's die uit de toekomst komen. Dit zijn natuurlijk super oude auto's. En dan helemaal omdat GTA 5 natuurlijk echt al 11 jaar bestaat. Ja, 11 jaar al. Maar ik zie hier een auto die er best wel bijzonder uitziet. Best wel uit de toekomst. Ik ben benieuwd. Zou in de toekomst er geen kentekenplaat meer hiervoor zitten? Maar voor het raam? Nou, blijkbaar. Maar dit lijkt wel echt super vet. Alleen er staat niemand bij en de deuren staan zo te zien gewoon open. Oké. Dit is niet zomaar een auto. Dit is een soort van supercar of zo. Moet je kijken dan. En man tijd. En zo, wat is dit een brute ding. Enige probleem wel is dat ik natuurlijk 5-sterren politie achter me aan heb gekregen. Dus waarschijnlijk was het een auto van een of andere medewerker hier bij deze fabriek. En die heeft de politie gebeld. Dat is niet heel handig. We gaan kijken hoe vet dit ding is. En hoe snel ik hiermee van de 5-sterren politie kan ontsnappen. Is hij vet? Ja, dat zeker. Ik denk dat dit wel de tofste auto is die ik tot nu toe heb gehad. Hij heeft natuurlijk ook gewoon 4 uitlaten. Ah, dat stelt me een beetje teleur. Ik had verwacht dat er in de toekomst misschien wel 8 waren, maar... Prima, prima. Oké. Dat is niet goed. Maar wacht eens even. Hij heeft ook een superpower. Hij kan letterlijk over dingen heen springen. Oh, dit meen je niet. Deze auto kan letterlijk springen. Dat gaat leuk worden. En zo te zien heeft hij niet deze motor aan de voorkant. Oké, dat is wel heel bijzonder. Oké, dus stel je voor, ze hebben hier spike traps neergezet. Ja, daar springt er dus gewoon overheen. Oké. Dat is niet goed. Dat is geen goed nieuws. Oh, dat arrestatieteam staat hier. Schiet ze neer. Oh, go. Snel, stap in deze auto voordat we hem kwijt zijn. Snel, gas geven. Dus stel je voor, ik wil over deze auto springen, dan kan dat dus gewoon. Oh, alleen kan ik dat niet sturen. Oh, wat? Hij heeft letterlijk een boost. Wacht eens eventjes. Ik kan letterlijk op een knopje drukken waardoor hij een boost krijgt. Oké, dat is wel grappig. Dat betekent waarschijnlijk dat ik dus gewoon hier overheen kan springen en kan... Wacht. Ik kan dus springen en ik kan vliegen tegelijkertijd. Ik kan dus eigenlijk gewoon vliegen. Dan komen we. Woehoe. Oké. Alleen, dat gaat niet goed. Dat gaat niet heel goed samen, zo te zien. Oh, wacht. Oh, dit is niet goed. Oh, maar wacht. Ik kan natuurlijk springen, dus... Ik hoef helemaal niet dat water te belanden. We gaan een beetje kijken. Kan dit ding ook een beetje off-road afwachten? Oh, ik land op een hond. Sorry, het spijt me, jongens. Dit ding ziet er wel heel bruut uit. Oh, de helikopter die probeert me te volgen vanaf de bovenkant. Schiet de helikopter neer. Oh, dat wil niet. Oké, go. Het is wel heel gaaf ontsnappen zo trouwens op het strand. En dit ding wil trouwens best oké, rijden. Maar wacht eens even. Wow, wat? Oh, we zijn over het vliegveld aan het gaan. Of over het vliegbasis. Dat is niet goed. Dat is niet goed in het moeras. Dat is ook niet goed. Oh, wacht. Oh. Dit ziet er echt zo random uit. Help. Ontsnap van de politie. En ja, zijn we kwijt. Oké. Oh, anders kom ik echt keihard terecht op de berg. Ja. Zo, dat was smooth trouwens. Heel naar... Oh, dat was een leeuw. Wacht eens even. Precies voordat een helikopter boven mijn hoofd vloog. Was de helikopter... Oh, er vloog letterlijk een helikopter hier zo net boven mijn hoofd. Alleen die is weg. Omdat ik net de politie kwijt ben geraakt. Zo, dit ding is wel heel erg bruut. Ook een auto die regelrecht uit de toekomst komt. En de banden kunnen niet eens leeg.
Of niet eens lek. Oh my god. Vergeet zeker niet te abonneren. Knal op, blijf op je hoog. En klik natuurlijk snel op een van deze twee video's. Want die gaan zo meteen verdwijnen. Binnen 3, 2, 1.